Dames en heren, partijgenoten, ik ben heel blij dat ik nu mocht spreken. Je moet zo'n kennisquiz niet te lang uit willen stellen. Mensen wachten daar de hele dag op. Partijgenoten, politiek gaat over het vormgeven van onze toekomst. En dat is wat ons ook hier bindt. Soms moet je er goed voor kunnen kijken. Soms moet je langs het heden kunnen kijken. Soms wordt de blik vertroebeld door het verleden. Soms zie je door alle kamerdebatten, mediastormpjes, Twitter-hypes, recensietjes, niet wat ons uiteindelijk drijft. De toekomst. En voor mij zijn resultaten uit het verleden eigenlijk alleen maar interessant waar ze invloed hebben op onze toekomst. Deze week kreeg Nederland complimenten van de Europese Commissie. Complimenten voor ons werkgelegenheidsbeleid. En het is waar, nadat we vorig jaar economisch herstel zagen in de statistieken, in de cijfertjes, kwamen er eindelijk extra banen bij. Sinds de afgelopen zomer 50.000 extra banen. En daar hebben we naar gesnakt. En daar ben ik ontzettend blij mee, maar het is nog lang niet genoeg. Zoveel willen niets liever dan gewoon weer aan het werk. Maar het is wel een duidelijk teken dat we op de goede weg zijn. Maar ook nu moeten we niet alleen kijken naar het nu, naar de cijfers van vandaag, naar groeiende werkgelegenheid, maar we hebben de plicht verder te kijken. Hoe ziet het werk van morgen eruit? Wat voor werk zal dat zijn? En dan zie je dat we op een kruispunt staan. Dat we werkelijk op een kruispunt staan met elkaar. Na decennia van eigenlijk louter economisch kijken naar werkgelegenheid, naar arbeid, zijn we nu zover dat flexibilisering door sommigen wordt beschreven als een natuurverschijnsel. Als iets wat er nu eenmaal is. Sterker nog, de baas van de koepel van werkgevers, Hans de Boer, is nog botter. En die zegt, het vaste contract is een leugen. Het vaste contract is een leugen. Maar dat is de leugen niet. De leugen is dat het allemaal onvermijdelijk is. Dat de mens een soort kostenpost is, een radertje in een grote machine. De leugen is dat werk geen intrinsieke waarde heeft. En wat wij willen als Partij van de Arbeid is een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Met respect voor werknemers, met waardering voor het werk dat gedaan wordt. We willen meer werk, we willen goed werk en we willen eerlijk werk. En eerlijk werk betekent ook dat we opkomen voor die mensen die hun baan afgepakt zien worden door al die geniepige, sluwe schijnconstructies. Voor de chauffeurs. Voor de chauffeurs die langs de A4 staan en zien hoe Europa naar ze lacht met een slecht gebit van oneerlijke concurrentie. Van concurrentie op de laagste loonkosten. Voor de schilders. Die ZZP'ers uit Bulgarije zien komen, die ver onder het minimum werken en daardoor de huur niet meer kunnen betalen. En ook voor de nette aannemer, die zijn mensen in dienst wil houden, maar wordt weggeconcurreerd door beunhazen met trucs en slimme uitzendbureautjes. Aan hen zal ik denken als ik over een maand in de Tweede Kamer de wet aanpak schijnconstructies zal verdedigen. Een wet die voor het eerst de verantwoordelijkheid en de risico's niet langer meer bij de werknemer neerlegt. Jammer als je te weinig loon hebt gekregen. Pech voor jou. Natuurverschijnsel. Nee, een wet die zegt, ook een opdrachtgever heeft in dit land verantwoordelijkheid voor fatsoenlijk loon voor alle werknemers. Ik zal aan hun gezichten denken, maar ik zal ook denken aan de gezichten van de volgende generatie. Aan onze kinderen. En wat voor werk zij straks gaan doen en wat voor arbeidsmarkt. En ik wil zo graag dat zij opgroeien in een land, in een wereld, waarbij werk niet alleen maar een onderdeel is van economie, waarbij er waardering is, waarbij er respect is. Waarbij het draait om de mensen en niet om de kosten van arbeid. En partijgenoten, als ik denk over de toekomst, over het leven dat onze kinderen zullen gaan leiden, dan moeten we het ook hebben
over iets dat misschien nog wel belangrijker is dan werk. Nog belangrijker voor de kwaliteit van ons bestaan. Voor de manier waarop we samenleven, de vrijheid. Terwijl nu de echo van de eerste grote woorden na de aanslagen in Parijs verstommen. Terwijl de A4'tjes met Je suis Charlie de plantsoenen ingewaaid zijn. Terwijl er een kamerdebat was met woede en maatregeltjes. Terwijl sommigen dachten, gaan we nu weer over tot de orde van de dag. Kwam daar weer België bij, werden we opgeschrikt. Door weer nieuw geweld, door weer nieuwe angst. Vlak bij onze grens. En het dwingt ons tot de vervolgvraag, tot de ongemakkelijke vraag. Hoe behouden wij een vrije samenleving? En hoe behouden we een samenleving? Aan alle kanten wordt nu gevraagd, wordt een beroep gedaan op tegenkracht. De terroristen, afschuwelijke misdadigers, die moeten gedacht hebben, gedroomd hebben dat ze met die combinatie van aanslagen Frankrijk op de knieën kregen. Met de enorme angst die werd gezaaid. Met de combinatie van de doelwitten, niet toevallig gekozen. Met de beelden die ervan verspreid werden. In plaats daarvan kwam Europa op de been. En meteen die woensdag, maar ook in de dagen daarna, gingen talloze mensen de straat op om te vertellen wat zij ervan vonden. Om op te komen voor de vrijheid. En het culmineerde in die gigantische mars op zondag. Zij wilden de samenleving splijten en verdelen, maar ze kregen het tegenovergestelde. En wat ik als beeld van die massa-mars misschien wel het mooiste vond, is één simpel beeld van twee mannen, allebei met donker haar, allebei een baard, die hand in hand lopen. En ze hebben allebei een kartonnen bordje voor de borst. Bij de linkerman staat er: ik ben Jood en ik houd van de moslims. En op het andere bordje: ik ben moslim. En ik houd van de Joden. Het is een beeld wat pijn moet doen in de ogen van diegenen die gedreven worden door haat. Die hopen op een wereld van overheersing en geweld. Maar voor ons, als Europeanen die geloven in broederschap, was dat balsem voor de ziel. Dat beeld, zo simpel en daarmee zo sterk. Deze moordenaars pleegden hun daden uit naam van de islam. En ik ben het dus eens met diegenen die zeggen: het is nodig, het is belangrijk dat juist in zo'n tijd organisaties van moslims, leiders uit de moslimgemeenschap, zich helder uitspreken. En dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze snel gedaan en dat hebben ze ondubbelzinnig gedaan. De lijst is indrukwekkend en lang. En het is ongelooflijk belangrijk omdat dat ook een tegengeluid is waarnaar gesnakt is. En is dat dan genoeg? Is dat dan voldoende? Is er dan voldoende afstand genomen? Nee, zo vond een groot aantal individuele moslims. Die de Facebookpagina Niet Mijn Islam startte. Een ontroerende pagina waarop je vele Nederlanders op filmpjes hoort vertellen hoezeer zij wogen van de misdaden die uit hun geloof gepleegd zijn. Het is een ongelooflijk belangrijke boodschap, want het is een boodschap die bevestigt dat we met de meesten zijn. De meesten. De meesten die geven om de vrijheden van dit land. De meesten die geloven in een toekomst waarin je van elkaar kan verschillen. En zij deden dat niet. Ze deden dat niet omdat ze daartoe werden opgeroepen. Omdat ze daartoe werden verplicht, niet door enig politicus. Ze deden dat vanuit hun burgerschap, vanuit een Nederlanderschap, vanuit een intrinsieke motivatie. En die boodschap, individuele Nederlanders die dat zeggen, is onvoorstelbaar veel sterker dan het feit dat ze ertoe zouden verplicht worden, dat ze verantwoording zouden moeten afleggen. Want niemand hoeft verantwoording af te leggen. Maar die boodschap was zo sterk en zo welkom en zo belangrijk. Opnieuw een antwoord aan diegenen die beweren dat er maar één interpretatie is. De interpretatie van geweld: nee, zeggen de meesten, nee, zeggen de Nederlanders, nee, zeiden deze moslims, niet mijn islam.
Ik had, terwijl de aanslagen nog die vrijdag nog bezig waren en die gijzeling in die supermarkt nog bezig was, samen met minister Opstelten een gesprek met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. En het ging natuurlijk over de aanslagen en het verwerpen van dit soort geweld. Maar het ging ook over angst. Het ging ook over angst die daar gevoeld wordt, in de moslimgemeenschap. Dames en heren, de woede, de terechte woede, de kwaadheid op de misdadigers die die aanslagen gepleegd hebben, die moet zich richten op de echte daders. Die moet zich richten op de terroristen, op hun medeplichtigen, op hun inspirators en de ronselaars. Maar die mag nooit geuit worden, die mag nooit gelucht worden op de kassière in de Albert Heijn. Die mag niet geuit worden op de buurman, de buurvrouw, op de moskee om de hoek. Zij verdienen onze steun. Zij verdienen onze steun in deze tijd als mede-Nederlanders. Opstelt en ik hebben afgesproken dat we zorgen dat ieder incident van moslimhaat geregistreerd wordt. En dat als het nodig is, de beveiliging zal komen. Want ook dat, elkaar beschermen, is onderdeel van het verdedigen van de rechtsstaat. Maatregelen nemen die nodig zijn, zodat iedereen hier veilig is. Dames en heren, ik was afgelopen zondagavond in de Jacob Obrecht synagoge, de Sjoel in Amsterdam. Enkele uren daarvoor in de middag was opgeroepen tot een speciale dienst. Een dienst om te bidden voor de Joodse Parijzenaars die waren vermoord in de supermarkt. Een dienst ook om solidair te zijn. En in die paar uur waren er een paar honderd mensen naar die synagoge gekomen die daar samengepakt stonden. En je kon de angst voelen. Fysieke angsten. Na de aanslag op het Joods Museum in Brussel en naar Parijs voelden de Nederlandse Joden angst. Angst voor hun lijf. Angst voor hun manier van leven. En die kwetsbaarheid, die maakte dat ik daar namens het kabinet heb uitgesproken dat we alles zullen doen. Alles. Om bescherming te bieden. Dat we er zullen staan. Dat we er zullen zijn. Met dat wat nodig is. Maar er gebeurde veel meer. Er werd gesproken. Er werd gezegd, ja, er is angst. Ja, er is terreur. Maar we laten ons niet terroriseren. We laten ons hier nooit wegjagen. We zullen nooit uit Nederland vertrekken. Het is ons land. De voorzitter van de synagoge hield een indrukwekkende toespraak. Een voor mij ook ontroerende toespraak. Hij gaf heel open zijn emoties weer als Joodse Nederlander. Hij beschreef wat het hem deed. Dat er in een geschiedenis die toch al vervuld is van bloed en van tranen opnieuw mensen worden vermoord, louter om de reden dat ze Joods waren. Hij riep op tot solidariteit met de nabestaanden van die doden in Parijs. Hij riep op tot gebed voor de doden die daar waren gevallen. Maar hij vroeg ook om eer te bewijzen. Eer te bewijzen aan die vier Joodse burgers, maar ook aan de niet-Joden. En hij noemde daar, en hij beschreef daar met lof, Lassana Batili, medewerker van die supermarkt. Die 15 klanten, waaronder een baby van 10 maanden, verstopte in de koelcel onder de supermarkt. De koeling uitzette, de deur sloot, en zelf doodgemoedereerd de trap opliep, ontsnapte, daarna als verdachte werd behandeld. En toen de voorzitter van de synagoge vertelde, in die zaal vol emoties, over deze man, afkomstig uit Mali, moslim. Toen brak daar in die warme, te volle synagoge een gigantisch applaus uit. Voor deze man, voor die Lassana Batili. En ik vond het tekenend voor de behoefte die die Joden voelden, die moslims voelden, die wij denk ik allemaal voelen, om juist in dagen dat je bang bent, dat er angst is, tekenen te zien van menselijkheid. En als dan een moslim Joodse burgers verstopt, dan roept dat zo'n ongelooflijk sterke emotie uit van verbondenheid, van eenheid. Dat is weer veel sterker dan de vooroordelen die je over elkaar hebt. Dat is veel sterker dan wat die terroristen wilden. Ik vond het
prachtig. Dat applaus, ik hoor het in mijn hoofd. Ik hoor het in mijn hoofd op momenten van vertwijfeling. Maar, dames en heren, opnieuw mogen we niet alleen stilstaan bij het nu. We mogen niet alleen kijken naar die samenhorigheid die je op zoveel plekken gezien hebt. We moeten kijken naar de toekomst. We moeten kijken hoe we de toekomst vorm gaan geven. En waar wordt de toekomst vorm gegeven? Waar wordt onze toekomst vorm gegeven? In de klas. In de basisscholen, in de voortgezet onderwijsklassen van ons land. Daar kun je de toekomst al zien. En ik wil je meenemen naar Amsterdam Nieuw-West. Slotervaart. Het land van Ahmed Marcouch en Ahmed Badoet. Amsterdam van nu. Ik was donderdagochtend te gast in een VMBO-klas waar gepraat werd over Parijs. Waar het gesprek gevoerd werd. Ik schoof daar aan. Die kinderen waren goed gebekt. Hartstikke jong. En heel open, geen seconde verlegen om te vertellen wat ze van. Een meisje nam het voortouw, ze zat links van me. En ze zei, weet je, met alle respect, hè, weet je. Maar dit is natuurlijk gepland. Het is natuurlijk niet echt. 1. De kleur van de spiegel veranderde in de filmpjes. 2. Iedereen weet, als je gaat roven neem je geen ID-kaart mee. Dus kan natuurlijk niet dat daar een ID-kaart gevonden was. 3. Ze deden hun linkerhand omhoog, een moslim zou ze recht. Weet je, dit is alleen maar gedaan om de islam zwart te maken, meester. Ik was wat aan het bekomen van deze oprecht, vol overtuiging gebrachte complottheorie. En ik vroeg, heb je het er thuis over gehad? Over de aanslagen. En hoe ging dat? Wat werd er gezegd? Was die complottheorie daar misschien nog? Wat zeiden je ouders? Ja, we hebben het er thuis over gehad, ja. Mijn vader vond het heel erg. Heel erg. En ik begon voorzichtig aan een zucht van opluchting. Toen zei hij, hij vond het echt heel erg, die spotprenten. En u denkt misschien dat ik chargeer, maar het was volstrekt oprecht. Het was niet bedoeld om te provoceren. Dit was de leefwereld waar ik terecht kwam. We kwamen te spreken over Syriëgangers. Zij zouden het allemaal nooit doen. Ze vonden het dom. Maar zou je het zeggen als iemand die kant op zou gaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, de politie kan je natuurlijk niet vertrouwen. En ze kenden wel boys die dat regelden. Jonge kinderen die wij niet kunnen gaan helpen door ze te negeren. Of te negeren wat ze zeggen. Jonge kinderen die we ook niet mogen laten stikken met dit soort zieke complottheorieën. Met de propaganda die ze krijgen. Ze kijken niet naar het NOS-journaal, dat is niet objectief. Ze krijgen het binnen via Facebook, via social media. En het is geen grapje, het is professionele propaganda. En ja, het is schokkend om die kinderen dit te horen zeggen. En tegelijk zijn het ook gewone en lieve kinderen waarvan je voelt dat ze ook dromen over een nieuwe spijkerbroek. Of over die knappe jongen van klas 3E. Dus het is te makkelijk om ze zelf als slecht weg te zetten. Maar het botst wel gruwelijk met ons gevoel, met ons idee van gezamenlijkheid. Van gezamenlijke afwijzing. Van op dezelfde manier hier naar kijken. En dat is schokkend. Ze voelen een jullie versus een wij. Ze zullen die Syriëganger echt niet tegenhouden als ze dat niet veranderen. Maar op die school in Amsterdam-West, wordt het gesprek wel gevoerd. En komt er een tegengeluid en komt er een vervolgvraag. En op die school is er ook een meester die zegt, en waar lees je dat dan in de Koran, met die stelligheid? Waar staat dat dan? Hoe weet je dat? Mijn heldinnen zijn de twee jonge docentes burgerschap die daar dat gesprek leiden. En die er niet mee zullen stoppen totdat dit zelfdenkende Nederlandse burgers zijn geworden. Maar we hebben wel echt veel te doen, hoor. Als je dan leest over de broer van Ahmed Merabet, dat is de agent die, ik vrees dat u die beelden ook gezien heeft, die voor de redactie van Charlie Hebdo geëxecuteerd werd, terwijl hij de handen omhoog stak in overgave. Zijn broer sprak bij zijn uitvaart. In een indrukwekkend en emotioneel betoog.
En hij vroeg, hij smeekte bijna, net als president Hollande, om nu niet alle moslims verantwoordelijk te houden voor wat er gebeurd was. Hij zei, islam is een godsdienst van vrede en liefde. En je hoorde dat het uit zijn hart kwam. En je hoort dat velen zeggen. Maar die woorden alleen die missen het effect op die mensen die telkens een ander beeld te zien krijgen. En ja, geloof is voor zoveel een inspiratiebron om goed te doen. Om zich om anderen te bekommeren, om zichzelf te verbeteren. Velen voelen die inspiratie. Maar dat er een verantwoordelijkheid is van ieder individu. En blijft voor zijn eigen leven en hoe hij met zijn godsdienst omgaat. Dat blijft te vaak onbenoemd. Dat blijkt soms een taboe te zijn. Te veel mensen die zich kritisch durven te uiten, worden daarvoor bedreigd. Als mensen als Yassin, Ibrahim en Ahmed en Ahmed kanttekeningen zetten bij bepaalde extreme interpretaties van hun eigen godsdienst, dan heeft dat als zodanig al grote gevolgen voor hun persoonlijke veiligheid. En wij kunnen niet accepteren dat moslims hun geloof gekaapt zien door terroristen en het debat moeten overlaten aan extremisten. Moslims horen bij Nederland. Maar dat moet meer betekenen dan een kreet of een leuze. Het betekent dat hun geloof, de islam, hier vrijelijk geïnterpreteerd, besproken zou moeten kunnen worden. En in een vrij land hoort het zo te zijn dat de vrijheid er juist ook is voor hen wiens mening ons niet bevalt. Ik ben boos dat Geert Wilders nog altijd bedreigd wordt. En hij heeft moed om desondanks te blijven zeggen wat hij zegt. Maar ik verwerp en veracht de opvattingen die hij heeft. En ik zal er alles aan doen om die opvattingen in het debat te bestrijden. Hij ziet allang geen mensen meer. Hij ziet alleen verdachten. En hij strooit kwistig met allerlei Koranteksten en soera's. Maar hij verloochent de tekst die voor alle Nederlanders het belangrijkste is. De grondwet van Nederland. De PVV verdient de zelfgekozen naam niet meer. Laat ons de Partij van de Vrijheid dan maar zijn. De partij van de verheffing, van de emancipatie, van de verlichting, van de vrijheid en van de verbinding. Dames en heren. Ik ging donderdag naar een tweede schoolklas. Hetzelfde gesprek, vlak in de buurt. Dezelfde vragen en ook hetzelfde ongemak. Maar dan gebeurt er iets. Een Turks jongetje achter in de klas. Die zegt opeens, moslims moeten er zelf meer over praten, over hun geloof. Moslims moeten zelf voor zichzelf opkomen en zich niet laten vertellen door een ander hoe ze het moeten doen. Een ander jongetje pleit eerst voor een boete voor mensen die een spotprent maakten. Maar in het gesprek, in de discussie, past hij zijn standpunt aan. Iets wat politici haast nooit doen. En aan het einde van het gesprek zei hij, nee, geen boete. Maar het zou wel moreel beter zijn als ze anderen niet wilden kwetsen. Even later, toen het ging over de vrijheid en wie jouw vrijheid mag beperken, vroeg ik, zijn jullie nooit bang? Zijn jullie nooit bang dat ze straks ook aan jullie vrijheid komen om te zeggen wat je wil? Of om te geloven wat je wil? Ben je daar niet bang van als je kijkt naar wat er nu gebeurt en wat er gezegd wordt en wat het gevolg kan zijn? En voor mijn ogen, op die regenachtige ochtend dat de opgave voor ons allemaal zo troosteloos leek, zo kolossaal. Die ochtend dat door dat eerste gesprek de moed me toch in de schoenen dreigde te zinken, citeerde een Marokkaans-Nederlands jongetje midden achter in de klas. Hij zei, allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Hij zei het foutloos. Hij zei, het is onze grondwet. Het is artikel 1. En hij ging door. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Mijn mond viel open. Dat jongetje die maakte mijn dag. En dat jongetje, daar kan ik zoveel van leren. Daar kan Geert Wilders zoveel van leren. Daar kunnen we met z'n allen zoveel van leren. Dat jongetje, natuurlijk is die bijzonder. Natuurlijk, in een 3-HAVO-klas zijn er ook kinderen te vinden die de grondwet niet citeren. Maar hij liet wel zien dat het kan. En hij gaf me hoop voor de toekomst. Maar partijgenoten, vanzelf gaat dit niet. Er is zo ontzettend veel werk te doen. Er is zoveel, zo belangrijk werk te doen. Juist nu. En juist hierom. En juist door ons. Juist hierom is de Partij van de Arbeid nodig. In de regering. In de regering. Nodig in de regering om streng te zijn. Streng en hard te strijden tegen terroristen. Maar ook om het daar niet bij te laten en te blijven kijken naar de toekomst. In de regering en in Rotterdam en in Amsterdam. Waar Ahmed en Ebert zo fantastisch hun werk doen. In al die steden. In de provincies. In de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer. Juist nu is de Partij van de Arbeid nodig. Niet wegkijken. Problemen niet wegdromen. Niet bang maken. Geen haat zaaien. Maar recht erop af. Recht erop af. Om de kinderen te verheffen. Om ze op te nemen in onze samenleving. Om ze bij te staan op die moeilijke weg naar zelf nadenken, naar zelf verantwoordelijkheid nemen, naar zelf vrij zijn. Een emancipatiepartij, een vrijheidspartij, een arbeidspartij, de doorbraak, dat is de Partij van de Arbeid. Dames en heren, hier komt het op neer. Dit is wat ons te doen staat. Opkomen voor de vrijheid. Het beschermen van diegenen die bang geworden zijn. Liever het pijnlijke gesprek dan het makkelijke weg zwijgen. Liever opvoeden en verheffen dan politiek correct opzij. Onderwijzen in burgerschap. Optreden tegen racisme en discriminatie waar we het ook maar zien. Werk en waardering. De beste scholen en de beste docenten. De echte helden van deze tijd. De veiligheid herstellen op straat en in de woonkamers. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. En ik weet het. Sommigen van u willen praten over regeren met de VVD. Over de pijn van het regeren. Ik weet het. Maar, partijgenoten, er staat meer op het spel. Op dit moment in ons land dan peilingen en zetels. Het gaat om de toekomst van ons land. En ik vraag om uw strijdlust. Zeer geacht congres. Vraag niet wat de PvdA vandaag voor u kan doen. Voor moties, voor gewesten, voor resoluties. Vraag het niet. Maar vraag wat u, wat wij samen kunnen betekenen voor de toekomst van dit land. Voor de vrijheid en voor de solidariteit. Dank u wel.